Hey, goedemorgen. Het is maandag 9:30. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben nog in mijn pyjama. Leila is al wel gedoucht snel en moet je even haar outfit zien. Mop, laat eens zien wat je aan hebt. Kijk eens, Leila. Wauw. FC Groningen. Truitje aan, vet schattig. Die heeft ze van de vriend van mijn schoonzusje Robin gekregen. Met de verjaardag, dus die heeft ze aan. Vet cute. Ik ben buiten aan, want ik heb maar net in bad en alles gedaan. Dus dan... Ik ga heel even bezig met de was, want dat heb ik de hele week niet gedaan. Ik ga even hier opruimen, de tafel. Je kan gewoon zien dat die vies is. Stofzuigen en alles. En dan zelf ook even douchen. Ik ben chagrijnig. Een beetje boos. Dan zal je denken, alweer? Ja. Gisteren zei ik, u moet het gewoon even kwijt, weet je? Dan misschien als ik dit ga editen, denk ik, what the fuck is, dat was niet nodig. Oké, gisteren zei Veer tegen mij, weet je wat, deze week ben ik vrij. Ik ga deze week niet werken, ik ben gewoon lekker vrij. Dus ik dacht, hey, leuk, vrij. Maar nu zit hij al gewoon de hele ochtend te gamen. Uitgeslapen tot 9:30. Ik ga gewoon eruit wanneer Leila wakker wordt. Dat is nu 8:00, dat vind ik wel chill. Maar hij heeft uitgeslapen tot 9:30. Ik kom binnen. Ik ben bezig met schoonmaken, stofzuigen, alles. Leila op bed. Dat wou je eigenlijk al niet eens doen. Dat ja, weet ik niet. Mannen zijn raar. En nu zit hij te gamen. En ik had in gedachten, oh, hij is vrij. Dus we gaan als gezin zijn wat samen doen. Maar hij gaat gewoon gamen. Dus toen heb ik ook tegen hem gezegd, oh, ik wou dat ik ook een dag vrij kon nemen. Maar dat kan ik niet, want ik moet voor Leila zorgen. Dus dat wil ik even vertellen. Ik heb net een was opgevouwen. Ik ga nu die andere, die is net klaar, ga ik ophangen. En dan is het tijd voor lunch. Ik moet natuurlijk zoals altijd de lunch verzorgen. Dus ja. Oké, het is 5:00. Het licht aan de muziek uit doen. En we gaan eten. We gaan vroeg eten. Maar het is gewoon ook al helemaal donker. En ik heb lekker noedels gemaakt. Oh. Kijk hoe lekker noedels. Met rode ui, koriander, bosui, kippultjes. Oh. Hey, goedemorgen. Het is dinsdagochtend. Hallo. Het is 10:00. We zijn net gedoucht en alles. Eli was pas om 8:30 wakker. Hoe dan? Ze is echt in een week... Oh, je knoopjes open. In een week is zij van... dat ze steeds om 6:30, 7:00 wakker werd. Wordt ze nu steeds 8:00 wakker. En vandaag zelfs 8:30. En het is nu 10:00. Ja, lieverd. Kom maar. En normaal gaat zij om 10:00 een dutje doen, zeg maar. Maar het is nu pas 10:00. Of het is nu al 10:00. Dus ja, ze gaat. Oh, ze wordt groot. Ze gaat straks geen ochtendslaapje meer doen. Alleen maar middag een dutje. Ach, ze wordt zo groot. Zo leuk, maar dat betekent dat ik ook ouder word. Dus ja, het is dinsdag. Ik heb deze trui, maar ik heb het eigenlijk veel te warm. Mijn haar is ook vettig. Ik heb ook niks met mijn haar al gedaan. Dus. Ik heb me even omgekleed, want die trui die zat niet. En ik heb mijn haar een beetje gesteld. Maar ik weet niet, het is gewoon te vettig dat het nu mooi zit. Ja, het is 11:00. Ik ga even koffie drinken. Leila ligt op bed. En ik heb zin om wat warms te eten met de lunch. Maar ik weet nog niet wat. Iets lekkers. Of ik ga een soepje maken of zo. Maar dan moet ik even naar de winkel. Ik hou wel van lekker iets warms bij lunch. Pasta of zo. Nee. Oh, lekker pasta van Julia's. Oh, heerlijk. Ah, als je nog nooit pasta van Julia's hebt gehad. Oh, ik krijg nu gewoon watertanden. Ik ben net naar de winkel geweest. En kijk wat er al was. Kerstkrantjes. Ik heb echt de halve pak al opgegeten. Maar dit is zo lekker. Ik heb ook pepernoten gehaald. Truffelpepernoten. Maar ik zag dit. En dit. Oh, echt lekker. Wauw. Ja? Ja. Ah, mooi. Ja. Heb je een mooie pyjama aan, ja. Hè? Ik ben lekker gebaat. Oké. Ja. Goedemorgen. Het is woensdagochtend. Oh. Ja.
een stier voor 8. Ik ben aan het ontbijten. Ik moet zo aan het werk. En het zag er buiten zo koud uit. Mijn wekker ging net vanochtend om 7 uur. En toen dacht ik, oh nee. Maar ja. Ik ga even ontbijten en dan fiets ik richting het werk. Ik ben weer thuis. Het is alweer donker. We hebben alweer gegeten. En... niet! Ah. Doe het niet! Doe het niet! Ik ga afwassen. Je denkt naar een leuke vlog te kijken. Maar ongemerkt is het een reclamespot. Vloggers verdienen flink met hun online video's. Ik heb gedoucht en kijk wat we hebben. Voedsel, voedsel. Ik heb op werk heb ik kaas gehaald. Wat was het? Korenbloem of zo? Weet ik veel maar. Korenbloemblauw. Korenbloemblauw. 60% blauwe kaas of zo stond er nog op. Oké. Zal die ook echt stinken? Ja, hij stinkt. Ja? Oh, hij stinkt wel lekker. En lekkere crackertjes. Vet dure, 3 euro. Was dit alles wat erin zat? Ja, dat was alles wat erin zat. Serieus? Jeetje, mina. 3 euro voor een paar crackers. Maar ja, maakt niet uit. En ik heb even een wijntje. En een glaasje water. En Freddy heeft thee, maar nu heb ik ook wel zin in thee. En we gaan lekker even serie kijken. Want dan ben ik heel blij, want ik heb Freddy wel gemist vandaag. Waarom is daarom mijn dingste niet? Oké. Maar we gaan serie kijken. En morgen moet ik weer werken, dus yay. Wel, trusten speelgoed van Ilayla. Kijk hoe schattig. Leuk. Maar als je van sci-fi houdt, dan is dat echt een vette serie, hoor. Ja, Freddy heeft een nieuwe serie ontdekt. The Expanse. Hoe? The Expanse. Oh, waar is de muis van hier? Is op Netflix. Ja, leuk. Dat is Freddy's nieuwe serie die hij kijkt voor alleen. En cool. Ik ga nu slapen, want ik moet morgen werken weer. Op 9 uur. Dus welterusten tot morgen. Ik lig op de grond. Hallo mensen. Het is donderdag. Ik heb gewerkt vandaag. Dus vandaar dat ik al op de bank zit. En het is gewoon al... het is al donker. Jeetje. Ik heb lekker gewerkt. Ik word echt heel moe. Ik wil eigenlijk douchen. Ik zit gewoon al onder de deken. Zo vies. Ik heb nog niet gedoucht. En ik heb een pak Oreo koekjes. Met... hoe heet deze eigenlijk? Oreo chocolate cream. Oh, deze. Die heb ik lekker. Heb ik niet in mijn eentje opgegeten. En ik heb een lekker colaatje. Daar had ik zin in. Daar had ik vandaag gewoon zin in. Dat komt omdat op werk. Hij is op. Ik drink eigenlijk nooit cola. Alleen op werk. En vandaag op werk was het zo druk dat ik niet eens rustig had kunnen drinken. Dus vandaar dat ik mijn codetje nog te goed had. Ik zit op de bank. Ik ga lekker tv kijken. Ik wil eigenlijk nog even douchen. En ik ga vanavond lekker gewoon bank hangen. Kijken of ik nog een beetje aan het werk kan voor mijn blog en zo. En ja. Nou. Ik heb gedoucht. En moest je kijken wat weer terug is in onze familie. Mijn laptop. Die is er weer. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik kan nu weer lekker editen en zo. Of jij moet nog de dingen erop zetten, zeker. Ja. Programmaatjes en zo. Ik ben wel... mijn moederbord was kapot, toch? Ja, volgens mij zei hij dat. Moederbord was kapot. Dus die hebben ze vervangen. Viel gelukkig onder de garantie. Want zo lang had ik hem nog niet. Het enige nadeel is dat ik wel al mijn foto's kwijt ben, al mijn batterij is leeg. Maar ik heb ook heel veel op de OneDrive staan, dus ik ga lekker thee maken. Jullie zien me niet eens, sorry, ik ga thee maken. Hey, goedemorgen, het is vrijdagochtend, 9:30. We zijn dan wakker en Ilayla is al gedoucht. Ik moet nog douchen, was gedaan, was opgevouwen. Ik heb al genoeg gedaan, ik heb zin in koffie, maar... ik hoop eigenlijk even dat als zij gaat slapen dat de nieuwe seizoen van Gilmore Girls erop staat. Ik had gehoord 8 uur, dus ik dacht 8 uur 's ochtends. Maar er stond nog niks. Dus ik denk dat het 8 uur 's avonds wordt. Maar ja, dat wordt
dat wordt hem niet voor mij vanavond, morgen ook niet. Waarschijnlijk zondag pas, maar ik wil het ook graag zien. Oh my god, kijk dan, het staat er al op. Seizoen 1. Seizoen 1, aflevering 1, 1 uur en 31 minuten. 1 uur 28, 1 uur 29, 1 uur 42. Dus ze staan erop. Ik ben niet scherp. Maar wanneer moet ik dit gaan kijken? Oh my god. Ik heb gewoon een dag alleen nodig om dit rustig te zien. Ik heb gedoucht. Ik heb wel weer dezelfde trui, maar daar heb ik niet in geslapen. Ik heb hier truffel pepernoten. En ik heb koffie, want ik ga Gilmore Girls kijken. Daar gaat die mensen. Oh my god. Schitter. Yes. Oh, ik moet wel even goede audio hebben. Je moet altijd 2.0 doen, dat is beter. Hoor je gelijk? Oh, subs. Hebben we subtitles? Engels. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Ik ben me even aan het klaarmaken, maar ik heb net de eerste aflevering van Gilmore Girls gezien. Ik was een beetje bang dat het zou tegenvallen, maar ik vond het zo leuk. Ik ga natuurlijk geen spoilers geven, maar ik heb gelachen en ik kreeg tranen om een paar stukken. En oh, ik vond het zo mooi. Het was zo mooi. Echt. Oh, ik ben echt blij. Weet je, meestal als zo'n spin-off uitkomt, dan ben je toch een beetje bang dat het gaat tegen... ja, en dat is... sorry, ik kreeg een WhatsAppje. Ik weet niet meer wat ik zei. Ja, maar als er een nieuwe spin-off komt, dat je dan bang bent dat het tegenvalt, weet je. En dan verpest het eigenlijk alles een beetje. Maar nee. Ik heb alleen nog maar de eerste aflevering gezien en ik was echt blij. Ik vond het zo leuk. Ja, dus ik ben een blij mens. Maar ik ben me even aan het klaarmaken, want ik ga zo even naar de winkel. Nog even wat dingetjes halen voor het eten vanavond. Ah, ja. Ik vond het echt leuk. Er werd gewoon net naar mijn legitimatie gevraagd bij de Albert Heijn voor wijn. Score me! Ik ben al bezig met koken, mensen. En de soep is al klaar. Zo, kijk. Dit is broccolisoep. Er komt nog wel wat bij. Gewoon lekker stokbroodje met kruidenboter. Hier hebben we de brownie mix. Kijk hoe lekker. En er komen nog truffelpepernoten door. En als we dit gaan eten, maak ik nog een karamelsausje en vanilleijs als toetje. En hoofdgerecht, dat laat ik pas zien als ik het maak, want dat kan dan pas. Oké, we hebben het soepje. Dus voorgerecht en hoofdgerecht hebben we al op. Maar nu zijn we bezig met het dessert. Even die helpt mij. Ik heb hier brownies en dan maak ik even een karamelsausje en dan komt er nog vanilleijs overheen en er ligt heel veel afval. Heel erg veel. Het is lang geleden dat ik mijn camera hier zo neer had gezet. Goedemorgen. Het is nog lekker vroeg. Ik heb me gedoucht en alles. Ik ga straks naar een crematie van een oud collega. Dat soort dingen moeten gebeuren. Ja, dus dat ga ik zo doen. Ik word zo opgehaald. Ik heb nog een uurtje. Dus ik ga even ontbijten. En het is vet mistig buiten. Het is ook heel koud. Ik heb echt een maillot en een panty aan. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik ga me even vaccineren. En dan zie ik je daarna wel natuurlijk. Hey, ik ben weer terug. Ik heb me gedoucht en alles. En zo even lekker lunchen. Ugh. En daarna naar Delfzijl, want mijn schoonbroertje en schoonzusje, niet Anisha, maar jongere schoonbroertje en schoonzusje. Die zijn jarig geweest, dus gaan we daar even op verjaardag. Lekker pasta lunchje. Ben jij dat of ben ik dat? Ben ik. Verder heeft een lekkere roodpasta gemaakt. Heel simpel. Kijk eens hier, Ilayla is niet zo lekker, dus wij gaan niet meer weg. Ze blijft lekker thuis. Ja, liefie. En we hebben net ook al voor de lunch warm eten gehad. Zal ik ze even lekker chillen. Ik zit vol. Maar, ja.
mij zitten. Petra heeft natuurlijk hier vannacht geslapen. Oh, ik zit echt slecht bij. Die heeft op een matras in de woonkamer geslapen. En dat matras heb ik laten liggen. En ik heb mijn kussens gepakt, gewoon voor mijn bed. Oh, dit ziet er vet lelijk uit. En ik lig nu zo. En ik ga heel mooi weer eens kijken. Ik heb lekker chips hier. En ik heb een wijntje. En oh, ik ben helemaal... Ik heb alles om me heen. Babyfoon, telefoon, camera, alles. En ik ga nu de laatste drie... De drie afleveringen van Girl More Girls kijken. Goedemorgen. Het is 11:45. Echt. Ik ging gisteren Girl More Girls kijken. En Ilana werd wakker, dus ik heb niet aan één stuk door kunnen kijken. En toen ging ik kijken. En de ene laatste aflevering viel ik in slaap. Toen ben ik wakker, dacht ik, shit. Dus heb ik hem weer teruggespoeld, ben ik verder gekeken. In de laatste aflevering ben ik echt drie keer in slaap gevallen. En steeds teruggespoeld en helemaal uitgekeken. Dus het was 2:30 voordat ik ging slapen. Het was zo leuk, ik was zo blij. Het was ook zo herkenbaar, echt heel veel dingen. Dus als je het nog niet hebt gezien, moet je echt even gaan kijken. Mits je geen Gilmore Girls kent natuurlijk, dan is het misschien niet zo leuk. Dus ja, het is nu 11:45. Ik ben net wakker. Ik ga eens even koffie zetten en lunch klaarmaken. Want die Lyle en Veli zijn vanochtend natuurlijk gewoon wakker geworden. Dus ja. Oké. Deze wegleggen. Deze pakken. Met links. Goed zo. Hier op kleuren. Goed zo. Kijk. Goed zo. Ja. Nee, niet met je handen. Oké, echt kleuren wou ze niet. Maar Freddy heeft ook even geholpen. En dit is het geworden. Het is dus een pump. Maar die moeten we nu nog eventjes uitknippen en plakken. Maar ik heb volgens mij geen lijm. Dit was me wel een dagje, mensen. Jeetje. Ik heb niet veel gevlogd, maar het komt gewoon... Ik was de hele dag met Elayla bezig. Die heeft gewoon haar dag niet gehad vandaag. Echt. Dus die hebben we ook extra vroeg op bed gelegd van... Ga alsjeblieft slapen. Ik kan er niet meer aan. Maar... ik zie er niet uit. Maar ik moet... Even kijken, ik moet nog een video opnemen... Oh, lekker gesproken. Ik moet nog een video opnemen van de winactie. Dus wie er heeft gewonnen. Dan moet ik dat gaan editen. Ik moet de vlog nog editen. Ik moet nog een artikel afmaken met mijn foto's. En die inplannen. Morgen moet ik werken. Dus morgen kan ik niks doen. Dus ik moet het nu allemaal nu doen. En ik wil ook nog op tijd slapen. Want ik werk morgen van 8:00 ochtends tot 6:00 avonds. Dus ja... Als ik nou... En ik moet ook nog afwassen. Ik ga koffie maken. Dan ga ik even mijn make-up doen. Ik wil eigenlijk mijn nagels ook nog doen. Maar dan duurt het alleen maar langer. Dus dan ga ik de video opnemen. En dan ga ik even achter de laptop zitten. Ook nog afwassen. En al dat soort dingen doen. Ja. Ah. Oké, ik heb net opgenomen de video van de winactie. Die was echt rommelig. Ik kon echt niet normaal praten. En ik had ook mijn telefoon omgekeerd. Maar ik zal jullie nog even de screenshot laten zien van wie gewonnen heeft. Ik heb nooit mijn telefoon, zeg maar, dat ik hem zo omdraai. Maar dat deed ik even omdat het mooier was voor het beeld. Maar oké. Vergroten. Nou, doe dan. Nou, in ieder geval, Lianne heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ik ga deze video even editen. En even, ik heb het echt bloedje heet. Mijn make-up er weer afhalen. Video editen. Ik moet mijn weekvlog ook nog editen. Och, en ik moet ook nog op tijd op bed. Ik heb geen koffie gemaakt. Dat ga ik doen. Ik ga even koffie maken en dan ga ik gelijk deze video online gooien. Oh, ik moet nog... Ferry heeft nog die dingen op mijn laptop gezet. De Premiere Pro. Dat staat natuurlijk op de computer. En nou, dan moet hij dat eerst maar even gaan doen. Echt, de speelgoed wordt gewoon steeds meer en meer en meer. Maar ik heb een speelgoedzak nodig. Ik moet dat echt kopen. Kijk dan, dat is niet... En het is niet eens alle speelgoed, hè. Ik heb ook nog speelgoed van haar
wat in haar kamer is, waar ze gewoon mee speelt, maar het is gewoon te veel. Wat is dit? Kijk dan. Oh. Oké, ik ga afwassen. Kijk, dit is mijn schaamtekeuken. Wow. Ik heb ook gewoon de hele dag niet afgewassen, want ik moest scheursponsjes halen. Dus toen ik terugkwam van een boodschap, ik was gewoon even naar de winkel geweest om scheursponsjes te halen. Dacht ik, ja, weet je wat, ik ga niet nu afwassen, doe ik later wel. Dus ik zei tegen Freddy, weet je wat, als we vergeten hebben, doe ik wel de afwas. Nu denk ik, waarom heb ik dat gezegd? Waarom? Dat heb ik zo snel dat ik zeg, doe ik wel. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet doen. Ik wil dat wel doen, maar op dat moment, maar nu niet. Maar ja, dus ik ga het maar gewoon doen dan. Ik weet niet wat ik mezelf aandoe. Het is nu 11:45. Oh, Ilayla. Ilaylatje, ik weet niet wat ze heeft. Ik weet het niet. Volgens mij heeft ze net raar gedroomd, maar ze zijn de laatste 3 kwartier al bezig geweest met haar. Nu begint ze weer te huilen. Ik ga proberen een poging te doen om te gaan slapen. Ik ben eigenlijk nog niet helemaal klaar, maar oké, ik moet morgen om 6 uur opstaan. Ik word een hele lange dag op werk, dus ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Ik abonneer op mijn kanaal. En ik zie je in de volgende vlog. Welterusten. Tot de volgende vlog. Doei.